Hey iedereen, welkom bij En Jij Mark. Vandaag gaan we nog eens een Most Likely Tag doen, maar dan in een koppel edition. En we hebben leuke bordjes gemaakt, tenminste ik heb leuke bordjes gemaakt deze keer. Met de cartoon versie van ons, die ook te zien is op mijn kanaal. Als je meer cartoons wil zien, kijk op mijn kanaal. Yeah. Malik. Let's begin! Dit ben ik. En dit is Enya. Het lijkt totally adorable, hè? Ja, dit is hem. Beginnen we met de eerste vraag. Oké. Wie zou er een cadeau kopen die die persoon niet leuk vindt? Nee. Hoe kan je mij doen? Hoe kan je mij doen? I don't know. Nee, ik zou wel mezelf doen, want ik heb de vorige keer wel een cadeau gekocht die jou had. Ik wou net zeggen, we hebben op beeld staan dat jij iets hebt gehaald wat ik al had. Dus het was gewoon een slecht cadeau. Yeah. Ik had mijn eigen gedaan, wat ik wel heb. Want soms zou ik misschien wel een cadeau halen wat ik misschien zelf leuker vind. Maar dan haal ik dat voor jou, omdat ik dan denk van ja, jij vindt dat ook leuk. Alleen dan geniet ik er ook van ofzo. Yeah. Oké, je wil er trouwen. Ja, jij sowieso. Ik weet het nog steeds niet helemaal zeker. Ja, maar als je met mij bent, dan gaan we wel gewoon trouwen hoor. Next question. Wie zou jaloers worden voor iets zulligs? Ja, ik weet niet wat erover te zeggen heb. Je bent gewoon totaal niet jaloers. Je hebt dat niet in jou. Nee. Wie zou eerder naar een ander land verhuizen? Als ik echt kon kiezen, dan zou ik wel in België willen leven. Ik heb eigenlijk al, ik ben al officieel een half jaar een keer in Curaçao geweest. Dus ja, dat is eigenlijk. Wie zou er heel de dag in bed liggen? Het is niet dat je dan niks doet. Je ligt dan in bed. Maar mijn bed is gewoon mijn bureau ook. Gewoon altijd. Yeah. Al zo zoals jij jouw bureau hebt. Ja, ze zit daar gewoon op de computer, op te editen, op de social media en zo, alles te regelen. Maar wel allemaal in bed. Het is gewoon comfortabel. Pom pom. Pom pom. Pom pom. Pom pom. Wie zou er eerder plannen op het laatste moment afzeggen? Ik zelf niet, maar. Maar ik denk niet dat je dat bij mij had gedaan. Wie zou er eerder een prank doen bij een ander? Ja. Je lijkt het, hè? Ja, maar niet zulke grote dingen. Niet als een taart in hun gezicht gooien of ijs in je broek gooien of zo. Ik heb zo'n nerfpistooltje hier zo liggen en dan doe ik dat soms. En dan schiet... Nee! Ah! Dom, Mark. Wie zou er eerst een excuses aanbieden bij een ruzie? Ik. Tenminste, dat is wat ik denk. Ja, misschien wel, ja. En dan wanneer ik mijn excuses aanbied, voor wat voor reden dan ook. Ook al, niet altijd dat dat mijn fout is of zo, maar soms bied ik gewoon mijn excuses aan. En dan bied je ook je excuses aan. Ja. Dat is wel. Volgende vraag. Oké. Wie zou er even sad zijn bij een movie? Ik weet niet. Dat is eigenlijk wel een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen jij. Normaal? Ja, maar jij hebt wel elke keer al bij sad movies gehaald. Ja, maar het zijn zo speciale movies, hè? Maar ja. ik wil er wel bij zeggen. Oké, ik ga zeggen wel mij. Maar dat zijn dan echt van die films net als Toy Story of zo. Die ik al sinds mijn kind sinds dat ik zo jong ben dat ik die al volg. En dan volg je zo heel het verhaal en dan kijk je zo al die films opnieuw en dan ben je helemaal aan het meeleven en zo. Yeah. Wie zou er eerder vergeten om te douchen? Ja, ik wist dat ik dat was. Ja, je hebt daar gewoon zo'n schema voor. Yeah. Wie zou er eerder al zijn geld opmaken? Zou je op mij doen? Ja, ik weet niet, ik ben niet iemand dat al. Ik weet wel echt dat mijn geld. Als ik zie het, denk ik zo. Niet meer superveel heb, dan zou ik niet ineens gaan die uitgeven. Meestal let ik wel op mijn geld, maar ik heb zo'n periodes dat ik dan ineens wel zo meer ga uitgeven. Wie zou er eerder naar de winkel gaan om iets te halen en dan van alles meenemen, maar datgene vergeten? Ook altijd als ze dan zo'n beetje rond aan het kijken zijn, ze van oh, dat is ook wel lekker en dat is ook wel lekker. Oh, en misschien dat we daar iets mee kunnen doen. Oh, goh, goh. Wie zou er eerder in een long distance relationship komen? Ja, maar allebei.
ik denk serieus even eerder. Ja. Want ik wist wel natuurlijk dat jij uit België kwam toen ik jou bericht ging sturen. Wie zou er eerder in slaap vallen tijdens een film? Heb je ook jou? Ja. Nou? Ja, ik denk dat wel. Jij bent altijd zo gefocust bij een film. Niet leuk vind. Als ik het niet leuk vind, dan... Nee, dan ben je niet gefocust, maar anders wel. Wie zou er eerder een gebroken hart hebben? Ja, zal maar. Ik heb jou ook. Oh. Ja, ik zit nog steeds in mijn eerste relatie, dus... Ja. Hey, het is niet dat ik nooit een heartbroken ben geweest, want je hebt wel gewoon zo'n crush gehad of zo. Maar ik denk zeg maar dat jij er wel langer over zou doen. Ja. Dat ik dan echt zo'n periode heb en dat ik daarna heb van, ja, het is live. Ja. Nee. Ik ga er echt aan. Auw. Oh, yes. Rib gebroken. Wie zou er eerder van ons een nieuwe huisdier nemen? Wat? Wie ben je? Ik heb jou. Waarom? Nieuw. Wieso zei je dat? Maar jij zou het ook katjes willen? Ja, maar jij zou dat eerder willen. Als we zo'n net huisje hebben, gewoon gelijk 3 katten of zo. Nee. En ik zei zo van, we kunnen zo beter doen dan verwachten. En dan nee, zo. Niet wachten. Ja, precies. Dat is wat ik zeg. Dus daarom had ik jou. Ja, oké. Dit waren al onze vragen. Voor deze keer. We wouden het nog een keer opnieuw uitproberen. Deze keer met de leuke bordjes. Om het eventueel wat leuker te maken. Ik vind het zelf in ieder geval wel leuker. Ja, dat is wel fijn. Als we de 15 likes kunnen halen op deze video. Dan gaan we een part 3 maken. Vergeet zeker niet om een like te geven. Als je deze video heel erg leuk vond. En als je nog zo'n video wil zien. Wat voor genre, wat voor onderwerp moeten we dan volgende keer doen? Net als dat we deze keer meer over de relaties. Vergeet zeker ook niet te abonneren op ons kanaal. Het is helemaal gratis. Zien we elkaar weer in een... nieuwe video. Yes. Bye. Doei.